Ja. Zo, wacht. Lieve me. Zit mijn haar goed? Ja. Oké, okay, actie. Zo, actie. Zo, lieve mensen, welkom bij de vlog van de Stofjes. Wat gaan wij vandaag doen? Ik ga een proefvlucht maken met mijn drone. Dat heb ik recentelijk gekocht. Het is nu niet zo'n super dure. Alhoewel hij is, was duur genoeg. Maar ik heb hier bijvoorbeeld nog geen gimbal camera en zo. Ik ga deze gewoon gebruiken om te proberen. Ik wil eerst wat financiën in de vingers hebben om met zo'n ding te kunnen vliegen. Voordat ik een duurdere ga doen waar zo'n gimbal op zit. Die je helemaal kan trekken. Deze kun je ook laten trekken. Oftewel, als ik ga lopen, dan kan hij me volgen. Ik kan hem zeg maar, met waypoints laten werken. Dus hij kan best wel veel. Alleen, ik heb geen beweegbare camera. Dat is het enige. Wat ik nou ga doen, ik ga gewoon even proberen. Ik heb bij mij achter geprobeerd. Dat gaat redelijk aardig. Maar goed, het is wel een kleine ruimte. En ik wil hem even wat groter proberen, dat ik wat hogere. Omdat ik wat hoger kan gaan zitten, ik zit hier tussen de huizen, dus ik moet zorgen dat ik niet over de huizen heen ga. Als er een windvlaag komt, dan is hij meteen weg. Dus ik ga even naar een sportpark, samen met Fabienne ga ik deze drone laten vliegen, kijken of dat ik wat met wat meer altitude, zoals ze dat mooi zeggen, dus meer hoogte kan gaan werken. En kijken of weten. Dus. Gaan we zo meteen hiermee proberen te vliegen. Nou ja, ik heb al een aantal keer gevlogen hierachter bij mijn huis. Daar heb ik een mooi speeltuintje, daar kan ik een beetje rondvliegen. Daar heb ik gewoon een beetje wat laag gedaan, wat dingetjes geprobeerd. Hoe stabiel dat hij is. Hij is redelijk stabiel. Ik heb ooit al een keer een drone gehad. Nou, dan moest ik om de havenklap moest ik hem corrigeren. Ik kreeg hem niet getrimd, zodat hij mooi en lekker in de hover bleef. Dat doet deze wel. Dus op zich helemaal geen verkeerd dingetje. Nogmaals, het is alleen niet zo duur. Overigens, deze weegt onder de 250 gram. Omdat hij onder de 250 gram weegt, heb ik geen dronepapieren nodig. Boven de 250 gram heb je dat wel. Dus dan moet ik zo'n drone dingen doen. Dus ongeacht of dat ik nou ergens ga vliegen, natuurlijk moet ik wel houden aan bepaalde reglementen. Graven ligt relatief dicht bij Volkel. Alleen ik heb de kaart even nagekeken, hier in de Graaf geldt geen drone, dat ik niet met een drone mag vliegen, geen restricties. Buiten het feit dat als er gevlogen wordt in Volkel, dan mag ik officieel niet gaan vliegen. En volgens mij wordt er nu niet gevlogen, dus zou ik gewoon mogen gaan proberen. Maar nogmaals, ik ga waarschijnlijk toch niet hoger dan een meter of 50. Het is redelijk winderig, maar ik wil het juist proberen. Omdat het zoveel wind staat, wil ik juist gaan proberen om te kijken of ik hier de controle over kan krijgen. Nou, dat dus. Nou weet ik dus alleen niet wat Fabienne nou aan het doen is. Waarschijnlijk is ze weer eens vergeten. Ik weet het niet. We zullen wel even kijken. Ik zeg gewoon, ik kom er dadelijk wel een keer op terug. Ik zie jullie zo meteen. Zo, zijn we weer eventjes. Oeh, ik schrok. Er komt in één keer een auto voorbij. Oeh, ik schrok. Oh, die was gelukkig leeg. Jo. Maar je kan ook zeg maar doen. Van als jij begint met je drone vliegen, dat ik dan alvast zo ga doen. En dat jij dan mij dan heel eventjes zo veel met die drone, dat je dan zo omhoog gaat het en zo ook wel eens doet. Zo. Ja, zodat ik eens even kijken wat we allemaal gaan doen. Sowieso eerst wat dingetjes proberen. Kijk dat hij blijft staan. Geluid. Zoals ik zeg, we gaan even naar het sportpark. Is het een nieuwe sportpark van Graven, een voetbalpark. Daar zijn de
drie voetbalclubs van Graven zijn dus in elkaar overgegaan. Ja, die kan het onder een fusie zetten, maar dat willen ze niet, ze willen meer onder een samenvoeging plaatsen. Omdat het omdat drie clubs hun eigen identiteit in het gebouw houden. Oftewel, Graven had altijd met de kleding zwart-wit. Astria had rood-wit. SCV, ofwel Velp, die hadden blauw-geel of geel-blauw. En dat zie je uiteindelijk in de logo's, zie je dat weer terug. Zeg, heel grappig, dit is mijn toekomstauto, hè? Weet je hoe vaak ik die voorbij zie rijden? Ja. Dat is gewoon mijn toekomstauto. Ja, toekomstauto, maar waarom zien ze nog niks? Ja, dat weet ik niet. Ja. Jij rijdt te snel. Nee. Jawel. Nee. Dan moet je die camera te hand pakken. Ik zweer het. Kijk, ik ben aan het rijden, maar ik kan die camera wel pakken, maar ik moet schakelen. Kijk, als we nou een automaat hadden, dan kan ik één hand vrij houden, hoef ik alleen maar sturen en gas te geven. Maar dat heb ik niet. Ik heb een auto die moet nog schakelen. Dus ik kan die camera niet vasthouden, dan moet ik iedere keer. Gaat niet. Maar als jij erbij zit, dan kun je die camera gewoon in de hand nemen en dan kun je gewoon filmen. Dat is iets anders dan van. Als je me nou. Niet doen in de auto. Ik kan dat. Niet doen in de auto. Oh, echt heerlijk waar. Nou, twee keer. Hoppakee! Ja. Hé, flappie. Niet doen, dan gaat de airbag eruit. Hij ziet al gebeuren. Dan ben je zo'n ding en denk je op. Mooi dan. Ja, mooi dan. Ja. Het is alleen vervelend, want dat kost best wel wat geld om een nieuwe airbag te laten plaatsen. Officieel. Dan moet je een hele nieuwe dashboard erin. Volleybal. In deze auto ontkom je er niet aan om dan een compleet nieuwe dashboard erin te zetten. Oh, motor, papa, zondag, hè? Zondag, motor weer. Ja, het hangt een beetje van het weer af. Volgens mij was het niet zo, of het is laat in de middag. Of tegen de avond aan dat er mogelijk regen zou kunnen vallen. Maar als het zondag goed weer is, dan wil ik eigenlijk samen van weer en weer op de motor een rondje rijden. Oh my god, dat ziet er vet uit. Ja, maar daar zijn al mensen, papa. Ja, daar, want daar zag ik al iemand. Oh ja, nou goed, daar gaan we gewoon kijken. Misschien achterin, kan ook nog. Die gaat af. Dit gaat mee. Die gaat mee. Mijne gaat mee. Die gaat mee. Ja. Zo. Ik ga eventjes afsluiten, want we moeten even een stukje gaan lopen. Of wil je er mee nemen? We gaan er meenemen. Nee, dat gaat niet. Waarom moet ik hem iedere keer zo dragen? Ja. Dat heb ik ook gezien. Ja, je hebt wel zakken. Ja, maar er zitten al sleutels in, dan beschadigt hij. Eens even kijken. We gaan gewoon even kijken. Hé, hey, grapje. Waarom loop je nou ver even op? Nou, ik heb de lijnen doen. Eens even kijken. Oh, ik kan ook hier langs. Naar achteren lopen. Ben je naar achteren lopen of ben je... Nou mensen, dit is wat ik dus bedoel. Dit is het nieuwe sportpark. Waar we ons nu bevinden. Kijk, het is helemaal nieuw. Nieuwe kantine, kleedkamers. Materialen, noem maar op. Het is echt gewoon supermooi. En ik zou hier eigenlijk ook gaan voetballen, maar ik ben eraf gegaan. Nou, daarachter heb ik ook nog veld. Ik zal straks ook even wat shots maken daarvan. Zeg nogmaals, zij Bob. Ook nog gewoon. Ja, ik zou nog wat. Ja, je kan nog steeds gaan voetballen. Ik heb je nog steeds niet opgezegd. Nee, weet ik. Dus het kan nog steeds. Ja, ik ook, wou ik zeggen. Nou, we moeten eens kijken. Hartstikke leuke tribune. De stoeltjes in de kleur van de voormalige clubs, zoals ik al zeg. Rood,
wit en geel. Waar de basiskleuren van de drie clubs. Hebben ze in het logo. Het logo wat ze hebben gedaan, die kan ik nog niet openvouwen. Ze hebben het logo van de club gemaakt. Ja, wat moet je nou? Ja, wacht, ik heb het. Mijn vermogen. Kijk of ik dit vasthoud, want ik dacht toch bijna weer. Ik zie dat omdat ik het weer laat vallen. Soms. Maar goed, er zijn natuurlijk nog allerlei activiteiten hier aan de gang, want het is natuurlijk nog helemaal niet af. Dit jaar pas nieuw gemaakt. Ze zijn ook druk bezig met bestraten enzovoort. Dus, oh ja, ze hebben ook nog een powerhill gemaakt. Zou ik dat ook even laten zien. Ik probeer dat straks met de drone. Nou, mag je dat al doen daarop? Ja, want die is klaar. Mag ik dat al doen? Dat jij mij dan zo goed hebt? Ik ga even kijken. Dit is, we hebben ook een hockeyveld. Want de hockeyclub die gaat ook op dit terrein spelen. Nou, ze hebben van allerlei clubs uit Graven gevonden die waar we iets mee kunnen. Nou ja. Dit is dan de powerhill waar ze op kunnen gaan trainen. Daar zit je ook een fysio, dus die hier straks de revalidatie kan gaan doen van spelers of andere sporters. Fabienne, we lopen niet zoveel over het gras heen. Je hebt daar een muurtje. Je hebt hier een stukje waar je op naar boven kan lopen of naar beneden. Dus maar daar, ik wil het gaan doen daar. Sportspullen. Ik wil staan. Ja, maar ik ga daar. Dit is gewoon weer zacht. Je moet voor je af en toe. Dat is gewoon één echt, keer. Echt mooi. Eén keer. Is echt mooi. Dan kan je mooi filmen met de droog nog boven. Ja, dat ga ik dus proberen. Dan kan ik dit, dan kan ik die. Ik zou hier. Een voetje gaan doen en dan kun je even. Dan ga ik even voor de fitness. Of voor de bootcamp of iets dergelijks. Dus ja, er zijn van allerlei mogelijkheden. En een trap. Dus heb je ook een trap. Kijk, daar een power trap. Reden omhoog en beneden. Hartstikke mooi. En dan hebben we Jan. Jan op de tractor. Jan is onze main treinmeester. Man van goud. Man van goud. Dat zijn vrijwilligers, die zijn eigenlijk onbetaalbaar. Ik ben dag en nacht hier. Waar? Wil je helemaal heen? Nou, dat valt. Maar ik wil even om de powerhill heen. Om de mensen te laten zien wat er allemaal te doen is. Wat er mogelijk is. Waar ga je heen? Ja, dit is de achterkant. Dus kun je een mooie rondjes lopen. Drop, eraf. Goed voor de beenspiertjes. Ja, kijk dan. Nou, als ik eerst op de opvalt sta, dan waait het redelijk. We gaan even lekker op het veld. Iets hebben waar ik de camera ook eventueel neer kan zetten. Waarschijnlijk gaat dat wel moeilijk worden voor mij, want ik heb wel een beetje pijn aan schelle dingen. Ik weet niet hoe dat dit eruit gaat zien.
of zo. Ja, hier is geen wind, hè, dus dat is goed een stuk. Ik zal hem heel even op pauze. Als ik stop met voorbij, stop zeg maar, of noem maar wel, daar ging mijn telefoon. Dan ga ik zeggen met een vriend van mij, gaan wij lessen volgen bij Jump Square. Dat willen wij heel graag, want wij vinden dat heel leuk. En ik zei, we zijn gisteren ook geweest en ik was super blij, want je had zo'n heel groot kussen op het begin en heb je zo'n... En dan heb je zo'n hele grote toren en dan moet je daarvan afspringen als je dat durft. En daarnaast heb je nog zo'n trampoline, gewoon een lage. En dan maak ik dus een zat er vanaf. En toen kwam ik dus staand landend op dat poefding. Ik zei al, ik kan nog steeds, ik heb nog steeds niet afgemaakt. Ik kan nog steeds mee en dan mag je bij de andere 17 en mee. Met mij. Als ik stop met voorbij, stop zeg maar, of noem maar wel, daar ging mijn telefoon. Dan ga ik zeggen met een vriend van mij, gaan wij lessen volgen bij Jump Square. Dat willen wij heel graag, want wij vinden dat heel leuk. En ik zei, we zijn gisteren ook geweest en ik was super blij, want je had zo'n heel groot kussen op het begin en heb je zo'n... En dan heb je zo'n hele grote toren en dan moet je daarvan afspringen als je dat durft. En daarnaast heb je nog zo'n trampoline, gewoon een lage. En dan maakte ik dus een zat er vanaf. En toen kwam ik dus staand landend op dat poefding.
Zo, nou drone time is voorbij. We hebben wat kunnen oefenen. Even tussendoor, wat zijn die boomstammen? Wat hebben ze daar aan? Ja, het is gewoon niks. Het is gewoon decoratie. Ja, het zijn wel echte boomstammen natuurlijk. Maar het is niet de bedoeling dat daar gebruik van gaat worden volgens mij. Het is echt de bedoeling dat, kijk, ze wilt onder andere een nieuwe boomstam. En hier aan de andere kant. Oh, heb je dat laten zien? Oké. Okay. Die boomstammen volgens mij zijn niks, gewoon ter decoratie. Het ziet er gewoon leuk uit. Een beetje een soort strong viking dinges. Hoewel, welke kant ga je op? Of schuik je vast naar boven? Ja? Nou, ik ga eens eventjes de power hill op. Oh, dit is goed voor beentjes. Dit is goed voor de beentjes. Nou. Nou, Fabienne staat daar beneden. Ik ga nog eventjes hier. Oh, nog even een stukje hoger staan. Dan kan ik ze helemaal volgen zometeen. Ja, ik ben even aan het inzoomen, zo. Ja, dat kan niet tegelijkertijd. Ja, of we moeten even de tijd op van het filmpje even in de gaten houden. Ja, oké. Okay, even, dan zal ik dadelijk wel roepen, ja? 3, 2, 1, go! Ja, dit is een stevig stukje. Dit is een stevig stukje. En gaan. Opletten dat je niet uitglijdt. Dat is een lastig stukje dat je natuurlijk even de bocht moet maken. Oh, ik ben te ver. Daar is ze. Ja, wat moet je daar doen? Hallo, je snijdt af. Nee, dat is... Ja, gaat ook niet. Dan moet je optrekken. Oh ja. Nee, ik ga lekker met jou. Je zit al over de minuut heen. Ruim. Och jee, de power step. Pek, pek. Oh, maak een mooi geluidje. En nou? Ja. Dan moet je hier links naar beneden. Links naar beneden. Links naar beneden. Ja, je moet nu tot het einde. Nou moet je de baan aflopen. Ja, dit is ook af, maar... Ja, kom door. Hup. En finish. Bijna 2 minuten. Bijna 2 minuten. Oh, de andere kant op. Bijna 2 minuten. Nou ja, goed, het rondje was natuurlijk niet helemaal perfect. Maar dat is leuk. Ik vind het goed. Shoutout naar de nieuwe club die dit heeft bedacht. Samen met de fysio, noem maar op. Ja, dat is gewoon ideaal. Dat zie je op geen sportclub. Zo'n powerhill. Er kunnen heel veel beentjes getraind worden hier. Heel veel beentjes. Wat zeg jij? Er kunnen heel veel beentjes getraind worden, hè? Oh, ja, hier kun je conditietraining op maken. Dat zeg je u tegen. Wacht, hè. Dan kun je de beentjes laten ontploffen. Kijk.
Wacht, nee, dan moet ik wel echt laten staan. Wacht, hè? Ja, bijna. Nou ja. Maar ik doe het meestal ook als ik zie dat ik het zo doe. Of zo. Beenspieren test. Nou ja. Maar als je nou... Dat film je niet, hè? Huh? Ben ik een keer sterker, dan film je het niet. Nou, ze is de beenspieren. Je moet even kijken hoe je filmt. Je moet even kijken hoe je filmt. Ik film het goed? Weet ik niet. Ik kan niet zien. Jawel, ik wel. Natuurlijk film ik goed. Een beenspieren test. No. Ja, super. Vind het wel leuk dat ze iets mee doet. Op zich vind ik het wel jammer dat ze zo zegt gestopt is met voetballen. Want ze kan het gewoon hartstikke goed en zij denkt iedere keer van niet. Dus ze kan het gewoon echt goed. Alleen iets meer, als ze iets meer power in brengt, dan wordt het nog beter. Nee, dat is geen parcours. Ik zeg, dat is geen parcours, toch doen, hè? Hè? Ja, nee, maar dat is geen parcours. Dan ga ik niet filmen, nee. Nee joh. Wat was het? Och jee. Nou. Nee, hallo, mijn voeten, die zijn glad. Misschien je voeten, je schoenen? Ja. Nou, dit is dan zo'n trap dingetje. Kun je de bal zo tegenaan trappen, zo. Een muurtje tik. Hè? Kun je ook je skills oefenen. Maar hier kunnen ze ook straks, als ze naar buiten zijn, kunnen ze hier matjes neerleggen. Dat is de bedoeling. Dat ze hier ook matjes neerleggen en dan zeg maar met een bootcamp. Dat ze hier dan hun bedrijfheid kunnen doen vlakbij. Dan hoeven ze niet op het gras te liggen als dat een beetje nat mag zijn. Dus daar is dit ook een beetje voor bedoeld. Dus niet alleen maar een soort trapmuurtje. Die je natuurlijk wel voor kunt gebruiken. Maar het is eigenlijk, zover ik begrepen heb, bedoeld om hier dus dan zeg maar bootcampers op een matje. En dan hier oefeningen met dumbbells, met elastieken, met noem maar op te gaan doen. Opdrukken. Niet tegen de muur aan. Probeer de muur weg te drukken. Nou, dit was een beetje een korte vlucht. Drone. Een beetje een korte vogelvlucht. Ja, een klein beetje sportpark. Ik heb natuurlijk niet alles kunnen filmen wat ik eigenlijk wil. Hoe dat ik het eigenlijk wil. Dat komt nog. Zoals ik al zeg, even oefenen met de drone. Hier. Kijk, nog eens. Sportparkje. Nou, het ziet er toch geweldig uit zo. Super mooi, super nice. Ja, vanuit de regio ja, wordt er ook naar gekeken. En er zijn heel veel clubs die eigenlijk met verbazing zitten kijken wat we hier uit de grond stampen. Shout-out naar alle vrijwilligers. Echt, alle vrijwilligers van de drie clubs die hier mee gemoeid zijn. Partners van de vrijwilligers, maar ook bedoel eigenlijk de bedrijvenpartners, sponsoren, noem maar op. We hebben heel veel kennis impact met betrekking tot de mensen die dit hebben kunnen laten realiseren, zoals adviseurbureaus of adviesbureaus, interieuradviseurs, noem maar op. Dus ja, weet je. Meestal gaan heel veel bedrijven die gaan buiten afzoeken, omdat ze het allemaal intern niet hebben. Nou, bij zo'n sportvereniging zit eigenlijk iedereen, zit van directeur tot putjeschapper bij spreken, zit hier bij zo'n club. Ja, en daartussenin zitten heel veel mensen die ergens werken, die ergens verstand van hebben. Nou, dat is wel weer gebleken. Zij wil weer een keertje naar boven. Nou, meid, kom maar. Hoppakee, naar boven dan, nu. Tempo. Oh, aan de verkeerde kant ook nog eens een keer. Hop. Kijk eens, jonge hinde. En dan weer beneden. Nou, het is echt niet te doen zo, hè, dit. Hè. Oh, er zit één zo'n grasding. En als je daar op stapt, dan glij je bijna echt weg. Ja, de. Oei. Even. Oei. Het is ook niet te geloven. Auw. Thank you.
Nou, kom naar beneden en sla je slag. Dat is natuurlijk ook een kreet van een bekende Nederlander. Kom maar naar de wegen en sla je slag. Ooit, vroeger in het ver verleden. Nou, voor ons zit er nou op. We gaan weer terug. We gaan spulletjes pakken. En dan gaan we volgende keer weer even kijken. En hopen dat het dan wat minder waait. Dus dat ik iets meer kan, iets meer kan doen met die drone. Dus ik kan er ook hard aan het werk. Altijd hard aan het werk. Nee. Nou ja, dat bedoel ik dus. Ze kan best een aardig balletje schieten. Maar ja. Voor je dan? Dat moet je niet zo doen. En je moet trouwens met wisselen. Dan had ik gezien dat je regelmatig hierboven op zit met jouw vinger. Maar hier zit de microfoon. En dan hoor je dus, niks. Dus als je met wisselen moet je echt aan de zijkant doen. Ja, dan ga je alleen mee verder mee. Ja. Hebben wij ook een sign? Kunnen we ook een sign maken? Dat is een sign. Ja, een teken. Kijk, Enzo heeft knolpower, peace. Ja. Bakketjes hebben dit, hè? Zo. Oh ja. Zo, bakketjes zo. Nee, zo. Ja, zeg ik zo. Oh ja. Nee, jij doet met je duim zo. Nou ja, dat deed ik net. Nee, dat laat ik zo. Zo. Oh. Bakketjes hebben dit. Kaps hebben niks. Ja, doen we ook niks. Nee. Hallo, ben je aan het filmen? Je moet wel kijken dat je het filmt. Je filmt alleen maar bos, hout. Niet. Maar die camera is voor je. Kind. Nee, niet zo. Glapot.
Zo, dames en heren, daar zijn we dan. We hebben een hartstikke leuke dag gehad met de drone vliegen bij de nieuwe Kraanhof, of de nieuwe sportpark. Wat vond jij ervan? Leuk. Dat was leuk, hè, met die drone. Een beetje vliegen zo, een beetje oefenen. Moet natuurlijk best wel een hoop aan gebeuren. De fine-tuning, het op mij laten richten, dat kreeg ik niet helemaal voor elkaar. Dus we moeten nog goed oefenen daarin. Ja, goed, Fabienne een aantal shots gemaakt, dingen geprobeerd. Als ze aan het lopen is, dat ik dan met de drone een beetje kan volgen, dat ik dat zelf doe. Maar in feite zou het volgens de beschrijving, zou ik hem ook moeten kunnen laten volgen. Alleen, nogmaals, ik kreeg het niet voor elkaar. Dus ik moet nog goed oefenen. Ja, ik kan zien, het zijn 2 dagen geweest. De eerste dag was het een beetje winderig. Op zich ging het nog niet zo verkeerd. Maar je kan wel merken dat deze drone, zeg maar, als hij wat tegenwind krijgt, dat hij er wat moeite mee heeft. De tweede dag was makkelijker. Het was bijna windstil. En dan kun je ook zien dat ik hem dan mooi beter kan hoveren. En dat ik dan ook beter beeld krijg. Ja, Baloo die was een beetje aan het klooien. Dat is een van de honden. Die kleine witte daar, die Doerak. Die wilde in één keer onder de camera wegdouwen. Dus die was een beetje aan het klooien, maar dat geeft niet. Maakt niet uit. Kijk, Snow in Spike. Hi. Hallo. Kijk, Snow heel ook. Dus, dag Snowy. Dus nou ja, goed, daar waren we. Ik kijk je aan. Doe nog eens. Hey. Nou ja, hij kijkt een beetje raar. Hey, Snow. Hey? Een beetje raar, hè? Ja. Dus ja, goed. Dus die dag hebben we in ieder geval goed kunnen vliegen. Heb ik ook een beetje van het sportpark kunnen laten zien. Een nieuw complex gebouwd. Och, goed door je ogen. Die Power Hill, dat gaat hem wel worden, denk ik, voor een aantal spelers. En die kunnen we mooi gebruiken voor de conditietraining. Goed dat de beentjes laten trainen. Maar zoals het ook in de vlog staat, goed voor de fysiotherapie. Fysiotherapeut om hersteltrainingen te laten doen voor spelers of voor wie dan ook, maakt niet uit. Nou ja, dat. Dus ik vond het, ondanks dat de beelden soms niet helemaal mooi stil waren en mooi zuiver waren, voor de eerste keer op deze drone vond ik het helemaal niet zo slecht. Dus altijd tijd om te verbeteren. Nou, ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog. Graag abonneren op dit kanaal. Wat zeg je nou? Ik zei alles in het Engels. En wat zei je in het Engels dan? Ja, toen bladde ik behoor. Abonneer op dit kanaal, druk op het belletje. Nee, maar doe dan. Nee, maar dat vind ik zo slecht. Dat vind ik zo slecht. Ja, dan doet ze het en dan, nou kom, zeg. Nee, maar ik kan het niet goed uitspreken. Ja, dat maakt niet uit, geef niet iedereen moet je leren. Kom maar. Zo, thumbs up. Of wacht. Give us a blue thumb. Like us if you want. Ik zie een spier van jou. Kijk hier. Nee, geen spier is allemaal. Nou ja, goed. Cool. Maar doe maar. Ja, maar serieus, dit is geen smoes. Maar net wist ik het nog en nou ben ik het een keer vergeten. Ja. Nee, ik zei nog, het is geen smoes. Ja. Nee. Ja. Nee, ik ben het eerst ervoor vergeten. Like, subscribe en turn on the notification. Like, subscribe. En turn on the notification. Turn on the notification. Ja, dat. Turn on the notification. Oké, right, that's correct. Ik kijk Engels. Je kijkt Engels? Ja. Piper, Rockley. Oh, die. Oké. Oh, goed. Nou goed, maakt niet uit. Voor onze vlog blijven we lekker in het Nederlands doen. Dus nogmaals. Like. Wat doen we dan? Like. Blauw duimpje omhoog. Subscribe. En turn on the notification. Nee, ik kan het niet uitspreken. Turn on. Notification. Notification. Ja. Ja? Dus nogmaals. Like. Huh? Turn. Dat kan niet. Even tussendoor. Dat kan niet, hè? Die video is 4 dagen geleden en die andere ook over 4 dagen geleden. Dat kan niet, hè? Dan hebben ze bijna tegelijkertijd gepost. Dat kan. Nee, jongens, like het. Ze plaatsen de video op een andere dag. Ja, blijkbaar niet altijd. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op ons kanaal. En dan even op het belletje douwen voor de nieuwe vlogs van ons. Dus ik zou zeggen. Shalom, guys. Ja, ik wil iets verzinnen met een mooi einde, een leuk einde.
Ik zeg iedere keer tjo. Nou, misschien is het dat wel tjo. Ik weet het niet. Maar wel tot de volgende keer. Ik zou zeggen tjo.